Welkom iedereen bij mijn let's play van Summer Night Sword Craft Story. Ja, ik ben een idioot. Kijk wat hier is. Een trap. 5 minuten nadat ik de vorige pad had beëindigd, had ik deze trap al gevonden. Dus ja, ik heb heel veel tijd verpest. Maar ja, ik heb ook een beetje geprobeerd wat te grinden, maar dat ging niet echt heel handig. Maar ja. We gaan even kijken of we nog iets leuks kunnen vinden. En zoals jullie horen, ik ben nog niet compleet hersteld met mijn keel. Mijn keel is nog steeds naar het kloten. Maar ja, daar doen we even momenteel niks aan. En voor mensen die het leuk vinden als ik zo praat, jullie zijn gemeen. Heel gemeen. Is een Tumblr, are you fucking serious? Deze plek is wel gigantisch. Lelijk, maar gigantisch. Doei. Weet je niet, ik vind het gewoon leuk om te zeggen doei als we bijna willen aanvallen. Misschien ben ik een lul, wie weet. Eén ding weet ik wel. Hier is niet de trap voor de volgende vloer. Dus moeten we waarschijnlijk weer de lift nemen. Ja, dit is echt Tumblr. Wauw. Strikers. En... dat scheelde niks. En ik had sowieso... van die monsters die net op het laatste moment aan kunnen vallen terwijl je wegrent. Is niet leuk. Even kijken, ik denk dat hier ergens wel iets... dit is niks. De kratten maak ik ook niet open, want nou ja... de kans dat er wat belangrijks in zit, waar ik van ga zeggen, oké, dat is handig, is zo klein. We hebben nog steeds tumblers hier. Een elektrische steen, wat ik nooit snap, want hoe kan... wacht even, ja, dat is weer zo'n raar inktvis. Hoe kan een steen elektriciteit afgeven? En toek, net als ik weg wil gaan... komt deze flauwkeur weer, oké. Nee, even serieus, wie maakt... echt even een fort. Wij moeten wisselen tussen een lift en trappen. Niemand toch? Of ben ik gek? Kan ook hoor. Nee. Als die omhoog. Ik ben. Ik kan op zich wel raden hoe alles hoe je moet lopen, maar soms is het nog steeds vervelend, want oké, had ik eigenlijk net nodig HP en MP voor recovery. Maar ik wil zeggen was, de plattegrond kan je soms wel raden. Maar ja. Jumpers, ze jumpen niet. Beetje sluikreclame. Hey, Faro. Hey, daar is Lubert. Zijn in-game sprite lijkt totaal niet op die sprite. Daar lijkt hij veel jonger. We staan nog niet eens 10 meter van je af. Ja, dat moet je nou eens niet doen. Gewoon vechten. Geen gezeur.
We hebben één iemand al tot zelfmoord gebracht, dus deze kan ook wel. De man met de Guardian Beast, iedereen heeft Guardian Beast. Oh, dus zijn vader kon geen Craftlord worden. Oké. Okay. Zo, Lubert, mijn bron kon een Craftlord worden. Aha. Aha. Je gaat toch verliezen, gozer. Juist. Oké, je mag een soldaat zijn, maar je hebt één heel klein probleempje. Mijn attacks doen ziek veel damage. Boom, done. Nou, wat een probleem. Kijk, deze postbellen zijn iets tricky, dat is het allerergste. Zo. Oké, is nog een... They're coming. Oeh. Zonder moeite. Ah. Oh, secret passage vinden. Leuk. Wat moeten wij dan weer doen? Gewoon doen. Gewoon een pijp afgaan. Dat is makkelijk. Lubitschan. Hey Lubit. Ach jij, dit lukt jou ook niet hoor. Maar nee, wat is jouw wapen eigenlijk? We hebben ook Kevlot gezien met een spier. Gebruik je een heks? Heeft echt niemand hier een Guardian Beast volgens mij? Oké, wat wapen gebruikt hij? Een drill, are you for real? Doe nou niet zo flauw lopen, daarmee in één keer aanvallen. Zo zeg ik me, Lubert, maar ik meld je gewoon neer. Shit, net te laat. Een heal? Oh nee, een enchant darkness. Of een enchant spark, dat kan ook nog. Healing. Maar is het niet een level 8 drill of zo? Maar, voor mij, ja, voor mij is dat geen hoog level. Geen hoog level drill. Maar ja, we zijn klaar. En we hebben niet eens tech wapens. Ah, moet ik even uitleggen. Tech wapens was die Spear of the Blue. Met element. Hé, hey, Sakuro. Hij lijkt echt gewoon niet op de sprite. Oh, wauw.
Rematch, nu, ik wil je killen. Ja, dat is waar, maar we kunnen net zo goed niks doen. Wat was dat? Dat is Barista? Barista is lelijk. Nou, ik kan meer dan jou. Oké, dit is Barista. Hij is niet moeders mooiste. Oké, we kunnen niet wegrennen. Nou, het probleem is, Barista is vuur. Nou, is hier... Holy fucking Christ, dat was eng. Is hier het leukste? We kunnen niet Enchant Flare doen zoals normaal. Want... Ja. Kijk, dit is een X. Een X staat bekend om hun mooie... Attack. Fuck. Je moet echt betere wapens vinden. Want de durability op heel veel van de wapens nou is echt drama. Echt. Ah, oké. Okay. Even healing. Gewoon voor het geval dat. En wie heeft een sterkere vlam? Jij of ik? Kom op, Rasho, wie kan het? Ja, de meeste damage hebben we uiteindelijk nou al wel gedaan. Maar ja, we moeten iets doen. En ja, de X doet ook uit zichzelf heel weinig. Kijk. Zo, klaar. We hebben verslagen met vuur. Ik was overconfident? Gozer, het was een vuurspirit. Ik heb verslagen met vuur. Kom op. Ik vond het knap van mij dat iemand een vuur, een almachtig vuurwezen, heb verslagen. Met een klein vlammetje. Nou, niet zeuren. Dat is mooi. Dat zal, oké. Ja, we geven het zwaard aan mijn moeder. Dat is handig. Dat is een avond, wauw. Oké, Sokol hebben we gesproken, Faro hebben we gesproken, Razzi heb ik geen zin in, want Razzi komt toch niks nuttigs uit. Sanderioni, Beelzebub. Huh? Wat dan?
Maar het is net. Oké. Aha. Not really. Wel. Hij is gewoon flauw. Geen idee. Waarom zou je het doen? Wat? Niks. Hij heeft besloten om niks te doen. Oké. Ik vind het goed, joh. Oké. Hij was een vader gewoon. Ik ben nog niet klaar. Eigenlijk ben ik wel klaar. Maar dat doen we pas in het volgende deel. Ik hoop dat jullie het gehad hebben. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!